Hey Vasco, ja. Gezellig dat je er bent vandaag. Ik heb een aantal. Er was dus blijkbaar een telefoonbeurs. Ja, klopt. Want ik vond al dat er heel veel telefoonnieuw was. Nieuws was vanochtend online. Ja, ze zijn in Barcelona. Maar dat heeft dus een reden, inderdaad. De Mobile World Conference. Ja, nou ben ik zelf niet zo'n telefoonman. Jij ook niet meer, hè? Nee. Ik vind wat je kan doen met telefoons. Vind ik heel bellen. Tof. Bellen. Nou, niet alleen bellen, maar ook gewoon apps en zo vind ik heel tof. Ja? Maar de hardware zelf vind ik eigenlijk niet zo boeiend. Vind je een camera belangrijk? Gewoon heel simpel. Nee. Weet je, de momenten dat ik foto's wil maken is meestal 's avonds. Ja. En dan zijn ze allemaal kut. Dan moet je een Lumia kopen. Ik heb een Lumia. Ja, maar je hebt niet de goede Lumia. Ja, misschien wat bedoel ik weer. Je hebt niet de fotostel Lumia. Nee, mijn vader heeft een fotostel Lumia, dat is die met die grote, weet je wel. Is dat hoeveel is dat? Ik pak mijn Lumia en ik ga nu kijken hoe die heet. De grote camera Lumia, toch? Dat is niet het officiële model. De Lumia camera, super, super vrede. Nokia Lumia, nee, het is er eentje boven de 1000 waarschijnlijk. Hij ziet eruit alsof iemand een telefoon heeft ingebouwd met een camera in plaats van andersom. Ja, goed. Die dus, maar ik moet je vertellen, hij maakt partijen vrede foto's mee. Maar ook met weinig licht, want dat is waar al die camera's uit elkaar vallen. Ja, met weinig licht. Dat zit daar wel goed. Okay. Dat zit bij deze eigenlijk ook wel goed. Maar goed, ik ga niet opscheppen over mijn al oude Lumia, want dat wilde ik niet weten. Want ze hebben ook een andere telefoon aangekondigd, Nokia. De Nokia X. En ik vond dat soort van interessant. Uit out of the blue. De geruchten gaan al jaren dat Nokia met een Android-telefoon bezig was. En nu is hij er. Toen is dat voor de helft. Ja, nou niet eens voor de helft, een kwart. Een kwart Android, de rest de Windows. Ja, maar gewoon, weet je, een eigen App Store, want dat is een heel goed idee. Want waarom zou je al die miljoenen apps willen die op de Play Store staan, weet je? Als je een lege App Store, fris, lekker makkelijk, overzichtelijk voor de mensen, weet je wel. Je wil die mensen gewoon lekker weer aan het werk hebben, weet je wel. Maak even jouw app eventjes voor onze telefoon. Ja. Doe dat even. Ja, want voor die vier mensen die Nokia X gaan kopen, die in Oost-Europa en weet je, ik snap de logica ervan helemaal niet. Wat mij een beetje tegenstond, is dat de meeste Google-diensten gewoon niet werken. De meeste Google-diensten zitten er niet op. Er moet iemand moet daar een appje voor maken, gaan schrijven. En niet alleen dat, maar ook gewoon, het is een 800 bij 600 pixels, weet je wat toch wel. Het is een budgettelefoon. Ik kan zeggen, die goedkoopste kost €89, dollar. Ik wou net zeggen, de goedkoopste is €90, de duurste is €110. Dat is niet duur. Dat is niet duur. Ik bedoel, je krijgt hem ook niet veel. Ja. Maar dat is iets als je telefoon laat donderen en je hebt geen geld voor nodig. Ik wou net zeggen, het is leuk als extraatje, misschien als tweede telefoon. Dus is het eventueel interessant, maar. Nou ja, niet, want ik heb dus een Windows phone. En dan ga je niet in één keer Android draaien, half. Nee, normaal zit ik ook op Android. Ik heb nu tijdelijk even een Lumia. Ja. Maar ik merk ook gewoon daardoor dat ik shit mis. En niet zozeer omdat Windows Phone heel slecht is, maar omdat ik zo ingesteld ben op Android, mis ik dingen omdat ik niet weet dat het bij Windows Phone dat heb ik ook, hoor. Tenminste, ik zou mijn god niet weten wat ik moet doen als ik nou opeens naar Android of Apple ga. Wat goed is, hoor. Uiteindelijk kan je op al die dingen hetzelfde. Ja, alleen je moet net eventjes weten van, maar dan moet je die app hebben. Oh, je wil dat? Dan moet je die app hebben. Maar goed, weet je, Hoeveel heb je al uitgegeven aan apps, denk je? Ik? Ja, in totaal. Best wel weinig. Ben je iemand die veel koopt? Nee, helemaal niet. En als je iets koopt, is dat een spelletje? Nee. Ja? Bij mij ook, hoor. Ik heb wel een paar spelletjes, maar ik zit even te denken. De enige app die ik heb gekocht, en dan ga je heel hard lachen. Ik ga het laten zien. Nog eens lachen. Één app heb ik betaald, die was nog best wel duur. Dat was iets van €12. Dat is een fitness app. Maar serieus, voor €12 hadden ze toch in ieder geval betere plaatjes kunnen. Weet je, kom op. Ja, het is helemaal Windows Phone. Kijk, maar dat doe ik. Serieus, iemand had de app gemaakt en zei: we moeten nog icoontjes hebben. Wacht, geef me even pen en papier. Ik doe bijvoorbeeld kettlebellen, maar je hebt wel echt heel veel kettlebellroutines erin zitten. Dus dan, kijk, maar dan gebeurt dit, hè? Jullie gaan een lachen, jongen. Je lacht echt helemaal op pleuris. Kijk, en dan zie je dit. Dan gaat zo'n mevrouw het voordoen voor je. Ik wil ook zien wat je ziet. Ah, Jesus, dude, dat is horrible. Ja, vet, hè? En dan moet je, ik weet dat het voor jou heel eng is, wat je nou allemaal ziet. Nee, ik denk dat ik de Russian Twist. En ik denk van, de Russian Twist, die was er ook nog, was ik helemaal vergeten. Dat is weer voor opmerking. En maar het grappige is dat ik dus... hoeveel heb je daarvoor betaald? Voor mij €12 bij elkaar. €12? Nee, maar het was dus geloof ik een €2 per ding. Ja, dus ik op een gegeven moment van, dat was het leukste, want toen had ik dus de oefening voor, niet per oefening, per de gewichtsding. Dus het was voor kettlebell. Dus ik dacht van, kettlebell, weet je wel, ik doe ook wel eens met, ik kook ze allemaal in één keer. Alle oefeningen? Ja, toen dacht ik van, ik ben zo sterf duur voor een app, €12, man. Is Daily Burn dan niet wat voor jou? Ik weet het niet. Daily Burn is ik gebruik een app.
Sinds ik het heb, doe ik bijna helemaal niks meer. Nee, Daily Burn is een soort van Netflix, maar dan voor workout video's. Oh, nou, dat klinkt misschien fantastisch. Misschien iets voor jou. Maar dan ga ik wel gewoon naar Netflix en dan ga ik Pumping Iron kijken. Dat is waar, ja. Ik zag ook dat die op Netflix. Mocht je Pumping Iron nog nooit gezien hebben, hij staat op Netflix, ga hem checken. Dat is echt funny. Denk je dat die film helemaal echt is? Denk je dat er hij is zo vet geknipt? Ze hebben ook, geloof ik, 20 jaar, 25 jaar jubileum van die film. Lou Ferrigno, die is er een making-of gekomen waarbij Arnold ook vertelde dat hij zijn shit wat dikker aanzette dan normaal. En dat Lou Ferrigno is een lieve jongen, maar niet zo lief als hij in Pumping Iron voorkomt. Maar het is wel een hele coole documentaire. Fucking vrede film inderdaad. Ja. Arnold op zijn hoogtepunt, wat mij betreft. Hey, even teruggaan naar de telefoonbus. Want ik zag dus een hele andere telefoon, die ik wel heel vreed vond. Ik vond hem heel mooi ook, de Black Phone. De Black Phone, ja. De high-tech security privacy phone. Dat is allemaal geen reet, maar ik vond het gewoon vet uitzien. En ik klonk de naam Black Phone. Black Phone, dat is ja, ik heb een Black Phone. Dat iedereen net dan, ik had gehoord dat het is een telefoon die heel erg focust op privacy. Mm-hmm. En dat wist ik. Het is heel grappig trouwens. Ik zie dat onze cameraman kramp had krijgen in zijn arm. Hoi Jasper, je hoeft nog maar, we zijn pas op de helft nu. Ja, nog niet eens. We zijn net begonnen, toch? We gaan nog over de Black Phone. Telegram gaan we nog over hebben. We gaan verder over op de Black Phone. Eerst nog even rustig over de Black Phone. Ja. Maar ik was heel verbaasd, want normaal zijn dat soort dingen gewoon, over het algemeen zijn die lelijk. Ja. Maar functioneel. En deze was gewoon anders als ik uit. Ja, ik had echt zo het ziet er lekker high-tech uit. Dus wie weet als ik een nieuwe telefoon heb. Wat een kut, ik zit niet bij KPN. Ja. KPN is de enige provider die hem tot nu toe. Maar wie weet komen er nog. Waar zit jij? Ik zit bij Vodafone. Ja, wie weet. Ik moet zeggen dat ik daar gewoon heel tevreden mee ben. Het is wel duur. Ik heb ook Vodafone. Wat betaal jij per maand? Ik betaal €30 per maand. Ik heb echt het dubbele. Ja, maar ik heb een Simonie-abonnement. Oh, oké. Nee, met onbeperkt data en flink wat belminuten. Ik hoef nooit bij te betalen. Eigenlijk. Ik heb 65. Sinds jaren heb ik een telefoon voor 2 jaar. Daar heb ik echt zo spijt van. Want normaal kon ik nu al naar een nieuwe telefoon gaan kijken. Nou, ik moet eigenlijk nog een jaar. Dus dan moet je nog meer betalen als je naar een jaar wil. Ja, dan moest je heel veel bijlappen. Daar heb ik geen zin in. Nee, kom op. Nou, maar 2 jaar, het is ook een beetje. Je kan makkelijk 2 jaar met een telefoon doen. Tuurlijk. Ik had een Samsung Galaxy S2. Mm-hmm. Daar heb ik iets van 4 jaar mee gedaan of zo. Echt? Dat ding. Ja. En ik heb nooit het gevoel gehad van maar ik gebruik dus ook niet superveel apps. Ik gebruik mijn telefoon voor telefoneren, WhatsAppen en sms'en en mail. Ja. Ja, dat kan prima op een S2. Ik zou nu nog steeds op die S2 kunnen. De enige reden dat ik op een gegeven moment meer apps ben gaan kopen, is omdat ik een snellere telefoon heb. Ik had zoiets van, dan wil ik ook zien dat die sneller is. Ja. Maar goed. Ja. Hey, en misschien nog een beetje oud nieuws. Een van die apps die wij allemaal op ons telefoon hebben staan is natuurlijk WhatsApp. Ja. Wat verpast is. Wat verpast is, ja. Dus Jasper, die het nou zo moeilijk heeft, die vroeg aan ons de vraag van, maar gaan jullie dan overstappen naar Telegram? En toen moest ik meteen denken aan Facebook, die natuurlijk net WhatsApp hebben gekocht. En dat er toch een paar aantal van mijn vrienden het nodig vonden om inderdaad te zeggen van, oké, dankzij die verkoop stop ik nu met WhatsApp. En hoe vertelde, ik zie je wel op Telegram. Hoe vertelden ze jou dat? Nou, via op Facebook. Ja, dat is toch... dat toont toch wel aan hoe stupide het is. ik moet zeggen, ik zag het berichtje heel vaak langskomen ook hoor. Maar waar ik een beetje mee zat, wat is dan het grote probleem dat WhatsApp naar Facebook is gegaan? Wat denk jij? Nou ja, mensen willen niet dat Zuckerberg hun data heeft. Nee. Maar weet je, verrassing, Zuckerberg weet al alles van jullie. Er is niks wat hij gaat leren van WhatsApp wat hij nog niet wist, weet je? Ik bedoel... Ja, ik zit nog te denken, voor mij weet hij alles van mij. Ja, bedoel... Hij weet alles van mij. Vorige keer toen was hij bij mij thuis ook. Toen heb ik echt mijn laatste geheim ook aan hem verteld. Dus hij weet echt alles van mij. En weet je, bedoel... Telegram, dat is dan het ding. Iedereen is er Telegram. Ik heb het nooit gebruikt. Ik ga het opzoeken op mijn... Maar de grap is dus, het grote nieuws was... Telegram heeft 1,8 miljoen gebruikers in 1 weekend erbij gekregen. Mm-hmm. Wat nergens werd verteld is dat nadat bekend werd dat Facebook WhatsApp overnam... WhatsApp 15 miljoen gebruikers erbij heeft gekregen dit weekend. Want alle Amerikanen werden wakker zo. WhatsApp, wat is dat dan? Dat wil ik ook. Ah. Dus weet je... Maar Telegram, dan weet Poetin alles van je, toch? Dat is dan het verhaal van Telegram is gemaakt door de Russische Facebooken. Dat KGB. Dat is niet helemaal waar. Het is gemaakt door de twee gasten die een Russische variant op Facebook hebben gemaakt. Hebben nu ook deze app. Ja, dat is het was fucking €2,99. Kost het €2,99? Ik ga niet overstappen hier. €2,99 in de Windows shop. Volgens mij is Telegram... Het verkeerde zie ik net. Ja, waarschijnlijk zie je nou een wazig beeldje.
Maar wat is het dan? Volgens mij is dit... Telegram features? Nee, Telegram, maar dat is het. Heeft Windows Phone wel Telegram? Dit is het logootje van Telegram. Dit is niet dat die app die daar ligt. Bigram. Misschien heeft Windows Phone... Gratis. Misschien heeft Windows Phone gewoon geen Telegram. Nou goed, bij deze. Ik kom niet eens heel erg officieel... Dit klinkt wel een soort Mikhail Babis. Dat klinkt wel een soort van... Dat is Migram. Dat klinkt Russisch. Ja, goed. Bij deze ben ik eruit dat ik niet overstap naar Telegram. Ik raad iedereen en vooral mensen die op mijn WhatsApp zitten, raad ik echt heel erg van harte aan. Dit is het. Dat is hem. Heb ik gevonden? 1,99 op winnaars van. Ik raad iedereen aan om overstap naar Telegram. Ja? Ja. Maar dan heb je geen last meer van. Daar heb ik geen last meer van. Maar dat is heel het ding. Dan ben je nu overgestapt en dan zit je heel de dag naar je Telegram te loeren, maar er komen geen berichtjes binnen. Nee. Ja, het gaat niet gebeuren. Het schijnt dus dat het ding was dat de mensen die ik ken, die hadden Telegram geïnstalleerd. Die kregen dus de hele dag berichtjes van elke keer als een vriend die in jouw contact zit. Als die Telegram installeert, kreeg jij daar een berichtje van. Dus iedereen kreeg de hele dag berichtjes dat vrienden op Telegram zaten. Ja. Maar goed, weet je, met... Jasper, zit jij op Telegram? Nee. Nee, hij zit niet op Telegram. Nee. Nee. Ik zou je aanraden om naar Telegram te gaan. dat is echt die... Maar... Weet je, Telegram heeft wel, op bepaalde vlakken heeft Telegram wel beter. Telegram gebruikt encryptie, end-to-end encryptie, et cetera, wat WhatsApp allemaal niet heeft. Zodat echt alleen de Russen het weten. Dus alleen de Russen. Nee, in theorie zouden ze niet kunnen meelezen. Maar er waren allemaal, was ook dit weekend was natuurlijk allemaal gedoe over allemaal security experts die zeiden van ja, maar Telegram heeft een rare eigen implementatie gemaakt van bepaalde protocollen en die is niet zo secure als die implementatie. Ik denk eerlijk gezegd dat je geen privacygevoelige informatie over een chatapplicatie als WhatsApp of Telegram moet versturen überhaupt. Ik denk dat niet het medium is voor dat soort informatie. Nou, ik denk dat je dat gewoon stiekem in een cafeetje moet doen met z'n tweeën achter een krant. Goh, ik vind dat we weer terug moeten naar deaddrops. En dan twee gaten in die krant, zodat je kan kijken of wat er? Deaddrops. Wat was dat? Dan spreek je met z'n tweeën af, weet je, de derde boom achter in het plantsoen. Ah, dan, en, ja. daar leg ik mijn USB-stick met de informatie. Dat is echt moeilijk trouwens. Ja, ik zie hem gaan, maar ik ga bijna naar zijn hoofd. Je ziet dat het beeld nu steeds lager gaat, dat is omdat hij gewoon... Het is niet dat heel hard waait en het gebouw beweegt, nee, dat is Jasper... Zijn handen, hij kan straks niet eens met Telegram als je dat zou willen. Ik denk dat we net zo lang moeten doorgaan tot Jasper omvalt. Dat moet het doel zijn van dit item. Dus nog meer nieuws dan. Okay. Nee, ik wil het niet zeggen, want anders hebben we heel jouw... Ik wou het zeggen, we hebben al een deel van deze onderwerpen gaan morgen terugkomen in... toch? Is dit voor vandaag? Ja, dit is voor vandaag. Dit is voor vandaag. Dus morgen zie je die allemaal terug, nog een keertje in herhaling met TechKing. Maar we hoesten, dus laten we gewoon stoppen. Nou, we hebben het ook niet over Telegram, daar hebben we het niet over gehad. Nee. Niet echt. Wel over die vette film die eraan gekomen. Ja. Maar dan hou ik echt, laten we gewoon ophouden. Anders hebben we heel TechKing. Kun je niet ergens anders over hebben dan? Want ik wil hem wel zien omvallen, dat lijkt me wel heel erg spannend. Ik moet helaas een review doen, zie ik nou. De Thief review, dus bij deze Jasper. Misschien kan Steven jouw plek even overnemen. Steven is nu klaar. Steven, kan jij misschien even hier zitten? Jasper kan de camera namelijk niet meer overeind houden. Nee. We willen hem zien omvallen. Ik denk dat we kijkers thuis willen zien. Survival of the fittest. Ik moet zeggen Jasper, het valt me een beetje tegen van je. Ik zag Shelly vorige week, dacht van nou, die had dat ook niet lang vol. Maar jij houdt bijna even lang niet vol als Shelly. Nee, Shelly staat op een stoel 5 minuten. Hij staat op een stoel. Ik sta rechtop 13 minuten. Oké, hij staat al 13 minuten rechtop. Ik ga nu... Aan het kijken hoe lang hij het volhoudt. Ja, want dit is Jasper. Ja, die is... Dag Jasper. Ja, we hebben het net over Telegram en WhatsApp en zo gehad. Waar wil jij het over hebben? Heb jij nog een leuk nieuwtje? Heb je die Django gezien? Of die Django, die nieuwe telefoon waar Johnny Lee... Nee. Weet je nog, toen de Wii net uitkwam en dat de PC-hackers begonnen te kutten met de Wii? Ja, 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 ja. Toen had je die ene hacker, die had het ding gemaakt dat je dan bond hij de Wii-mode om zijn hoofd en dan kon hij 3D... Ja, ik weet nog wel. Die guy die is bij Google aangenomen en die heeft nu een leuk project voor Google in elkaar geflanst. Een telefoon die een soort van 3D, je omgeving 3D kan mappen. Maar dat heb je dus niet gezien? Nee, ik heb wel een goede filmtip voor je. Oh. Gisteren gekeken en ik moest meteen aan je denken. Journey to the West. Heb je hem gezien? Ik heb hem gezien. Ja, die was vet. Wauw, waarom heb je de filmtip niet aan mij gegeven? Dat is al een tijdje geleden, ik heb hem gezien ook. Hij is van vorig jaar. Ja. Dus hij is een paar maanden geleden kwam hij online. Nieuwe Steven Chow, Hongkong action film. Steven Chow, wel bekend van Kung Fu Hustle. Ja. En Shaolin Soccer. En ja, hij is vet. Ja. Hij is beter dan al die films. Ik vind hem beter dan... Kung Fu Hustle? Ja, fuck yeah. Ja. Ja, dit is een echte oldschool Hongkong action film. Ja, klopt. En die andere waren natuurlijk toch allemaal wat meer spoofy. En dit is gewoon... Ik vind hem super vet. Geniaal. Ja,
Hij is inderdaad, weet je, dus nou ja, dat is eigenlijk de review. Meteen al. We hoeven niet met de review. Journey to the West. Journey to the West, gaan kijken. En ik ben heel benieuwd, want ik zag hem online komen, maar nog niet helemaal goed. Want in Journey to the West draait het ook om, het draait om demons, maar ook waaronder natuurlijk de opper demon, de Monkey King. Bekend uit de oude verhalen. En er is ook een nieuwe The Monkey King film met Donnie Yen. Really? Ja. En die zegt net uit. Eén arm is gefaald nu trouwens. Kunnen we even, ja, de camera wordt wild overgenomen van de een naar de andere arm. Oh, hij gaat weer omhoog. Ja. Maar nieuwe Monkey King film met Donnie Yen. Oh, cool. Dus, ik heb laatst Iron Monkey weer gekeken. Over Donnie Yen en monkeys gesproken. Precies. Ja. Ook. Oude Yen Wu Ping film. Ook niet slecht. Nee. Kun je nog meer bedenken waar we het over kunnen hebben? Terwijl, het wordt meer een uitputtingsslag voor ons om onderwerpen te bedenken langzamerhand dan dat de cameraman omvalt. Dat is niet helemaal goed. Ja, goed. Er zijn natuurlijk ook twee nieuwe Detective D films. Young Detective D. Ja. En er komt ook gewoon Detective D, de prequel. Dat zag ik ook langskomen. Ja, en die Young Detective D, die is al uit. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja. Dus, dat klinkt alsof ik een partijtje Woepers ga kijken vanavond. Ja, dat mag ik hopen, want dat zijn allemaal vette films. Ja, nou ja, goed, wat ik zeg, ik heb Iron Monkey weer gekeken. Ja. Dus ik ben wel weer toe aan wat Woepers. Ja. En zijn we leeg? Ja, ik probeer te denken. Ik zit ook nog. Ja, ik zat toevallig had ik van de week een heleboel. Ik denk, dat is ook inderdaad een vette film. Ik heb een heleboel oude films zitten kijken, alleen ik kan nu niet op de titels komen. Dus ik kan net zo lang blijven nadenken tot ik op de titels kom en hopen dat die in de tussentijd omvalt. Misschien heeft Dominique nog wat leuks. Nee hoor. Heb wel iets. Helemaal niks? Helemaal leeg. Nou, zullen we maar geluiden verlossen? Ja, ik heb gewoon honger. Dat komt eigenlijk. Ik wil even een boterham smeren. Oké? Okay? Ik weet niet waar het over ging allemaal. Hoe lang kan je dat blijven doen, Skate? Nu gewoon kijken.